Vandaag gaan we de tweede video opnemen in de serie Bella verkopen. Wat gaan we vandaag doen, Tess? We gaan vandaag foto's maken. Waarvan? Van Bella. Dat snap ik. Voor de verkoop. Ja. Wat heb je vanochtend eerst gedaan? Ik heb haar gepoetst, ik heb haar beentjes gewassen en haar hoeven. Waarom doe je je ogen dicht? Ik heb last van de zon. Doe even je ogen open. Ja, ook je. Daarom heb ik een petje. Je hebt haar beentjes gewassen en je hebt haar gepoetst. Ja. Dus het is helemaal mooi. We gaan nu heel veel verschillende soorten foto's maken, zodat iedereen snapt wat Bella is, hè? Ja. Ja. Ik ga ook nog zonder zadel achterstevoren, ondersteboven op wel zitten. We gaan het allemaal meemaken. Je begint natuurlijk eerst met een schone pony. Dus dat was stap 1. Zijn benen zijn gewassen, hoeven zijn gewassen. En Kim is nu de knotjes aan het maken, want ik kan dat niet. Nee. Dan hebben we daar Erna! Erna is onze stalfotograaf en bijna alle foto's die wij hebben, die zijn van haar. Dus ze heeft een eigen Instagram account waar ze niet altijd actief op is, maar nee, wel foto's laat zien, want daar kan je ze naar paard. Ja, precies. Maar eigenlijk doet Erna het altijd bij ons. En nu is het dus de kwestie van even wachten tot ons kindertje klaar is en dan gaan we starten met de fotoserie. Erna, wat is belangrijk bij foto's als je ze gaat verkopen? Goede foto's, goede standfoto, dat je ze eigenlijk van alle kanten kan zien. Dus van een beetje schuin van de voorkant, goed van de zijkant, dat je kan zien wat een mooie rug ze heeft. Oké, van haar kont ook? Nou, als je van een lekker kontje houdt. Ja, nou ja, ze hebben een mooie staart. Ja, dat is ja, wel waar. Ja, kan een beetje achterstevoren, ja. Nou, dus dat gaan we eerst doen. En wat doe je met de achtergrond? Ik neem aan dat we niet deze plasbalen op de achtergrond zetten. Iets neutraals. Ik denk, we hebben daar de parkeerplaats. Ze hebben die mooie bomen, mooie bosjes. En dat staat netjes erachter. Rustig. Okay. Dus rustig achtergrond. Rustige achtergrond. Ja. Helemaal goed. Komt helemaal goed. We gaan aan de slag. Ja. Kim maakt dit nog even schoon. Wil je meer tips over paard fotograferen? Dan zal ik de video even linken. Want we hebben pas geleden toevallig een video gemaakt over 10 tips. Toevallig. Ja, dat is wel toevallig. Kom zo uit. 10 tips als je je paard Ik weet niet wat er van het hoofd zal afkomen, maar ik heb zwarte vingers. Mm-hmm. Nou, hier gaan we de foto's maken. Daar zie je wel allemaal nog niet helemaal bebloeide bomen, maar deze boom hier staat gewoon helemaal in de blaadjes. En we hebben dan nog leuk dat gele bloemetje op de achtergrond. Dus neutraal, maar toch wel mooi. Kan ook over van een gezellig touwtje naar een hengstenketting. Omdat dat makkelijker weg te shoppen is. Ik dacht dat het juist in de zon zou moeten. Ja, precies. Nou, Tess moet een beetje op afstand staan. Want de bedoeling is dat de pony op de foto komt en niet speciaal Tess erbij. En Kim staat daar om geluidjes te maken. Heel erg lijkt met de benen voor. Kan je zo zetten dat ze recht naar voor mij staan? Ja. Kan je nog even helemaal teruglopen naar die rennen dan? Waar die vast begint en dan in een meisje lopen recht naar voren? Kijk dan. Dat is de staart. Gisteren ging ik zo'n foto maken. Ja. Die zo kan houden. Moet je dat? Oh, ja. Oh. Ja, je stond zo mooi. Je stond zo mooi, wel. Je had het anders ook. Nou, Erna die controleert even of de foto's goed zijn. En nu moet ze de volgende positie. Dan met de neus naar het hek toe. Nu moet je recht staan. 10 uur paarden geleden. Ja, oh, maar. Ja, perfect. Mooi. Dan gaan we nu. Ik ben een knapperd. Zullen we zadel? Nee, want nu krijg je nog schuin of zo. Of ja, nog een schuin? Beetje schuin voor. Schuin voor, toch? Kom maar daarheen. We zijn op de volgende locatie. We hebben hier allemaal mooie paarse lavendel. En nu gaan we wat meer ontspannen foto's maken. Gewoon voor leuk. Wat meer. Nee, nog niet. En zeker niet zoals je er nu uitziet. Maar gewoon wat vriendelijke foto's, minder wedstrijdachtig. Dan gaan we naar de volgende locatie, dat is het laantje. En dan gaan we daar nog even foto's maken. We hebben nu koolzaad achtergrond. Helemaal leuk te kijken.
En nu moet ze alleen maar leuk kijken, maar dat vandaag wil ze niet zo kijken. Ze gaan weer geluidjes maken. Valkyrie is erg actief, ik vind hem heel fijn. Nou, we hebben nu wat gezellige fotootjes gedaan, dus meer van het algemeen beeld, wat meer ontspannen, minder wedstrijdachtig, wat gezelliger. En nu gaan ze rijden. Tess gaat eerst rijden zonder zadel, want als je namelijk eerst met zadel gaat rijden en het is warm en ze gaat zweten, heb je zweetplekken op de foto, dus dat is niks. Dus we gaan eerst zonder zadel even een paar foto's maken en daarna met zadel en dan gaat Kim rijden. En dan dat zijn weer de statiefoto's, zeg maar. Nou, nu gaan we een paar foto's maken zonder zadel. En dat ga ik ook even filmen voor het filmpje waarin alle gangen te zien zijn en hoe je dan aan het rijden bent. Even de draf met Tess zometeen. Nu gaan we dus over op de foto's van zonder zadel rijden. De draf staat er al op, toen was ik poep aan het scheppen, maar het is dus een draf en nu komt ze in galop voorbij. Nou, Erna die is tevreden, toch? Ja, ik ben tevreden. Hoeveel foto's heb je? 333. Dus zoveel foto's heb je nodig om een verkoopfoto ertussenuit te gaan halen. Ja. Want je wil natuurlijk je pony wel op de mooist mogelijke manier eventjes laten zien. Natuurlijk, ja, goed geschoten worden. We waren hier om 9 uur en het is nu 11:30. Dus ja, je hebt wel een halve dag ervoor nodig om dat even te doen. En buiten dat je een echte fotograaf nodig hebt, heb je ook nog de statieruiter nodig. En je hebt ook nog de hulp nodig. En daar hebben we ook nog. Daar. En je hebt ook nog de eigenaar van de pony nodig. Dus al met al is het best wel arbeidsintensief. Maar dan heb je ook al iemand om te filmen. En we hebben Rebecca nodig om te filmen. Want anders heb je nog steeds geen video van je pony die je wil verkopen. En nu hebben we alle drie de gangen. Nou ja, we hebben zelfs middendraf en middengalop er nog bij gedaan. Nou, zo maak je dus verkoopvideo's en foto's van je pony of paard. En nou gaan we dat allemaal achter elkaar zetten en dan iets leuks, moois van maken. Ja. En dan kun je heel goed laten zien aan een toekomstige eigenaar van Bel hoe ze is. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. We zien je heel graag in een volgende video. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En abonneer op ons kanaal. En dan zien we je heel snel weer. Doei!